Jouw toekomstplannen? Blijf je bij Nieuwe Sparta? Ik heb aangegeven dat ik ga stoppen. Stoppen met voetballen. Dus ja, het is, ik heb er even lang over nagedacht en goed erover nagedacht. En, ik ben gewoon tot besluit gekomen dat ik ermee ga stoppen. Ik wil wel heel graag in het voetbalwereldje blijven, dus ik weet nog niet precies wat ik wat voor rol ik volgend jaar ga voor mezelf ga invullen. Maar ja, ik ga beginnen met de trainersdiploma te halen en dan zie ik wel waar het schip verder strandt. Dat weet ik verder nog niet. Maar met voetbal, daar ga ik mee stoppen. De reden waarom je stopt? Ja, de reden is toch vaak de strijd aangaan om fit te worden weer en fit te blijven. Blessuregevoelig. Ik heb natuurlijk samen met Willem best wel een mooi bedrijfje nou, wat onwijs goed loopt en waar we best wel druk mee hebben. Twee kinderen. Dus ja, gewoon eigenlijk, als ik gewoon heel eerlijk naar mezelf ben, dan is het gewoon, het wereldje is leuk en alles omheen is leuk. En het voetballen zelf is niet meer dat het mij zo kietelt dat ik mee door wil blijven gaan, zeg maar. Dus ik heb gewoon zoiets van, het is genoeg geweest. Ik heb mooie jaren meegemaakt. Veel verschillende niveaus ook uiteindelijk. Dus het is goed geweest. Dat was gewoon eigenlijk het gevoel wat bij mij overheerste. Het is klaar.